Dank je wel voor de uitnodiging om hier te spreken. Trouwens, machines worden ook al belast. Er is in gemeentes de belasting op drijfkracht. Dus dat is ook een soort robot- of machinebelasting, toch? Mijn presentatie gaat eigenlijk verschillend zijn, maar waarschijnlijk ook complementair. Het menselijk lichaam is door miljoenen jaren evolutie geëvolueerd tot een heel indrukwekkende machine, waar dat wij als robotbouwers vol bewondering naar kunnen kijken, maar ook heel veel inspiratie uit kunnen halen om eigenlijk betere robots te ontwikkelen. En dan werd mijn titel wat te lang, om ook te zeggen dat we dan eigenlijk robots gaan ontwikkelen om eigenlijk mensen te gaan helpen om hun beperkingen te gaan ondersteunen. Nu, vaak krijg ik inderdaad de vraag van, gaan robots de wereld overheersen? Nu, ik heb verschillende robots gebouwd en heb een dochter gemaakt. En nu, die robots hebben verschillende papa's en mama's. En mijn dochter heeft enkel één mama en een papa. En toch overklast Anna, die hier op de foto nog maar 1 jaar was, eigenlijk al onze robots. De manier waarop zij leert, interageert, obstakels overwint, wandelt enzovoort, is gigantisch indrukwekkend en heel leuk als jonge vader om dat mee te maken. Dus mijn presentatie gaat eigenlijk vooral rond de mechanische aspecten van robots en dan eigenlijk een beperking, de aandrijving, actuatie daarvan, omdat professor Steels waarschijnlijk u veel meer gaat kunnen vertellen rond zijn onderzoek rond kunstmatige intelligentie. Natuurlijk, er is een heel sterke interactie tussen het lichaam en de intelligentie. Sommigen denken dat dat kan ontbonden worden, wat eigenlijk niet het geval is. Maar wat wij vooral in ons onderzoek trachten te doen, is eigenlijk zoveel mogelijk intelligentie in het design te maken, zoals ook eigenlijk ons lichaam een slimme design heeft, zodanig dat de centrale intelligentie eigenlijk ook wat ontlast wordt. Nu, vaak als ik presentaties geef, ga ik eigenlijk ook al direct wat expectation management doen en de gigantische beperkingen van robots eigenlijk geven. En dit is eigenlijk een samenvatting van alle falingen van de DARPA Robotics Challenge. Het is eigenlijk een robotwedstrijd gemaakt na Fukushima, toen dat ze zagen eigenlijk dat robots heel slecht ingespeeld hebben op die ramp in Fukushima. Ze hebben een robotwedstrijd gemaakt waar dat eigenlijk robots en vaak menselijke robots typische handelingen moesten doen voor zo'n ramp te bestrijden, zoals met een voertuig naar zo'n rampgebied gaan, de deur open doen, op ongestructureerd terrein wandelen, werktuigen hanteren enzovoort. En hoewel die robots gemaakt zijn door topteams, ziet u dat er nog heel wat misloopt. Nu natuurlijk, 10 jaar geleden was er eenzelfde wedstrijd rond zelfrijdende voertuigen, met ook al die falingen tot gevolg. En we zien tegenwoordig ook dat vanaf gisteren ook de zelfrijdende voertuigen op de Belgische wegen mogen rondrijden. Dus dat gaat natuurlijk heel snel. Nu, als je dan ziet wat het menselijk lichaam toe in staat is, dat is heel indrukwekkend. Ik moet ook wel toegeven dat ik dat absoluut niet kan. Maar het toont wel de intrinsieke mogelijkheden aan van ons menselijk lichaam. En zeker de soepelheid, waarmee onze spieren en onze vezels werken, laat toe om eigenlijk heel grote schokken op te vangen, om eigenlijk ook heel energie-efficiënt te bewegen. Daarmee als u gewicht wilt verliezen, is eigenlijk wandelen is eigenlijk zo energie-efficiënt dat je heel veel moet wandelen om gewicht te verliezen. Terwijl robots na enkele uren zijn die batterijen al plat. En ook heel veilig te interageren met de omgeving. En die beelden, het menselijk lichaam, is natuurlijk voor ons een heel rijke inspiratiebron. Nog een voorbeeld. Mensen moesten vroeger bij Amazon heel veel kilometers wandelen, of misschien wel lopen, om al die artikelen in die ellenlange magazijnen te gaan halen. En nu zijn er duizenden robots die eigenlijk onder zo'n rek gaan zitten en die optillen en dan eigenlijk naar die orderpicker gaan brengen. Een persoon die eigenlijk uw pen of uw vest of een computer of een dvd uit een doos gaat nemen, scannen en in een andere doos gaat steken. Tot daar de uitleg, en ik denk dat iedereen dat onmiddellijk kan. Nu, robots die laatste taak doen, dat is gigantisch moeilijk. De Amazon Picking Challenge aan de rechterkant probeert dat te doen. Iemand omschreef het ooit als verf zien drogen. Dat gaat ontzettend traag. Onze menselijke hand heeft 20 spieren en is in staat om heel fijne
naaldjes te bedienen, maar ook heel zware lasten te bedienen. En in zo'n magazijn zijn zoveel vormen van goederen dat eigenlijk robots daar gigantisch veel moeilijkheden mee hebben. En in die Amazon Picking Challenge was het nog dat al die objecten heel ver van elkaar stonden om alles nog te vergemakkelijken. Dus je ziet een gigantische uitdaging. En eigenlijk is er een paradox en die zegt dat eigenlijk dingen die heel moeilijk zijn voor een robot, vaak heel gemakkelijk zijn voor een mens. Bijvoorbeeld wandelen, iets vastpakken, iets gooien. En dat zijn vaak zaken die door miljoenen jaren evolutie eigenlijk in een slim design van ons lichaam geëvolueerd zijn. Terwijl meer recentere zaken, zoals zware wiskundige berekeningen doen, in grote hoeveelheden data opzoekingen gaan doen, en dat zijn heel eenvoudig voor machines en robots, maar eigenlijk heel moeilijk voor mensen. En dat betekent eigenlijk dat we heel complementair zijn, denk ik, met machines. We hebben verschillende sterktes en ik denk dat daar een opportuniteit zit om de twee te laten gaan samenwerken, wat we noemen eigenlijk in mens-robot interactie. Want er komen eigenlijk heel grote markten op ons af voor die technologie. Je ziet hier, en het is moeilijk met mijn pointer, advanced robots met een impact in 2025, dat is niet meer zo ver vanaf nu, tussen de 1,7 en de 4,5 triljoen dollars. De huidige PC-markt is 1,1 triljoen dollar waard. Dus als we al die technologie door ofwel Azië ofwel Amerika laten maken, dan denk ik dat we daar heel grote markten met nieuwe services en nieuwe jobs gaan rondmissen. Bovendien ook de mogelijkheid verliezen om de Europese waardes rond privacy enzovoort in die producten te steken. En als je die top 5 technologieën gaat zien, die zijn eigenlijk allemaal heel sterk verweven met elkaar. Cloud computing, als je bijvoorbeeld met Siri praat op je smartphone, dat wordt niet geprocessed op die smartphone, dat heeft te weinig processingkracht en geheugen om dat te doen. Dus dat wordt in de cloud behandeld. Nu, zo'n robot heeft ook heel veel oren en ogen. De informatie moet real-time verwerkt worden. Het staat niet toe om dat je een minuut moet wachten om iemand te herkennen in een beeld. Dus die cloud computing gaat heel belangrijk zijn. Ook internet of things als mensen, omgeving, zoals huis en kantoor, sensoren gaat hebben waar dat ermee geïnterageerd kan worden. Dan is het voor die robot veel eenvoudiger om in een dergelijke omgeving te opereren. En natuurlijk ook AI. Dus die combinatie van al die 5 technologieën, tot waar gaat een robot, wat is een software agent enzovoort, dat gaat al die technologieën gaan volgens mij heel krachtig in de toekomst worden. Ook omdat er maatschappelijke uitdagingen op ons afkomen, zoals de verouderende bevolking. En momenteel zijn we ongeveer met 4 personen in de actieve bevolking tussen 18 en 65 jaar per 65-plusser. Dat gaat zakken naar slechts 2 personen. Dus we gaan met veel minder mensen voor veel meer mensen moeten zorgen. En dat is ook wel een paradox. We zijn met nog nooit zoveel mensen op deze planeet geweest. Maar dat is zo in Europa, ook in Japan, maar ook bijvoorbeeld in landen als China, toch met meer dan 1 miljard mensen, door hun eenkindsbeleid, dat wel is afgeschaft geweest. Maar die gaan nog een tijd duren. En de Chinese overheid zit met daar een belangrijke issue. Hoe ga je dat 1 kind met 2 ouders en 4 grootouders, hoe ga je dat kunnen te werk stellen? Dus wij werken vooral rond mens-robot-interactie. Nu, een robot is eigenlijk een integratie van heel veel technologieën. Anderzijds omdat wij de mens willen bestuderen, en Mark heeft er al op gealludeerd, het is heel belangrijk die eindgebruiker eigenlijk in het proces te betrekken. En daarom zijn we op de VUB gestart eigenlijk met 8 onderzoeksgroepen te bundelen. Rond robotica zijn dus zowel wij, de mechanische, maar ook de industriële ingenieurs, de informatica afdeling en ook de artificiële intelligentie, maar ook de humane en de sociale wetenschappen, de Belgian Aging Studies, Smit, dat zijn de sociologen die de acceptatie van robots bijvoorbeeld onderzoeken, de menselijke fysiologie en de revalidatiewetenschappen. Nu ga ik even terug hoe dat robots werken. En vaak hebben die elektrische motoren als de motoren. Nu, het probleem van zo'n elektrische motor is dat die ronddraait met een heel hoge snelheid, maar met heel weinig koppel. En koppel is de rotatieve component van een kracht. Wat we net nodig hebben van robots.
Dus wat moeten we eigenlijk doen? Een tandwielkast plaatsen, die dus eigenlijk van een heel snelle beweging naar een heel trage beweging gaat. En het voordeel van die technologie is dat je eigenlijk toelaat om robots te maken die heel precies zijn, die bijvoorbeeld heel nuttig zijn, bijvoorbeeld in industriële robots, om heel precies te lassen of te verven enzovoort. Het nadeel van die technologie is dat die zich eigenlijk niks aantrekt van zijn omgeving. En dit is bijvoorbeeld een industriële robotarm die een kokosnoot kraakt. Waarom een kokosnoot? Wel, dat is om zo'n kokosnoot te kraken is ongeveer dezelfde kracht nodig als een menselijke schedel te kraken. Dus je ziet, die robots zijn zo onveilig. En in de slides van Mark stond dat er Volkswagen iemand gedood was. Wel, dat komt hierdoor. Die robot voelt of ziet zijn omgeving niet. En die wordt gewoon geprogrammeerd, gaat naar die eindpositie. En die robot plet gewoon die kokosnoot. Dus daarmee wordt er eigenlijk een nieuwe generatie robots ontwikkeld. Die eigenlijk in interactie gaan treden met mensen. En we gaan niet meer van positiegestuurde robots naar maar krachtsgestuurde robots. Waar dat eigenlijk de bedoeling is dat eigenlijk die veiligheid van die mens eigenlijk centraal staat. Het is dus heel belangrijk dat als we mens en robot willen samenwerken, dat die veiligheid heel belangrijk daarin wordt. En in onze onderzoeksgroep wordt daar eigenlijk ook heel veel onderzoek naar gedaan. Dit zijn video's van die Alert. Die onderzoeker heeft trouwens zijn eigen bedrijf nu van zijn eigen cobots ontwikkeld. Nu, we gebruiken die robots bijvoorbeeld in de industrie. En bijvoorbeeld Audi zag eigenlijk die evolutie komen van eigenlijk die cobots. Nu, bij de productie van een wagen, iedereen denkt dat eigenlijk robots auto's maken, maar dat is eigenlijk maar een deel van het verhaal. Bij de eerste deel van de productie, bij het metalen deel van de wagen, daar is eigenlijk heel weinig variatie. Je hebt een driedeurs, een vijfdeurs, een open dek of niet. Dus daar zijn ongeveer bij Audi Brussel ongeveer 85% van de jobs gedaan door robots. Dan gaat men naar de paint, ook veel te onveilig, dus ook vooral robots. In de eindassemblage daarentegen, daar is zoveel productvariatie omdat iedereen zijn eigen wagen wil, airco, geen airconditioning, verwarmde zetelverwarming niet enzovoort, dat die grote flexibiliteit eigenlijk niet toelaat dat eigenlijk robots daarop voldoende kan inspringen. En dat is ook een van de redenen waarom Elon Musk zijn model 3 niet geproduceerd krijgt van een Tesla, omdat hij te veel wil automatiseren en dat eigenlijk die productie niet op gang kan krijgen. Nu, die persoon bijvoorbeeld bij Audi, die worden ouder en ouder gemiddeld. Bovendien moeten die ook vaak werken in niet-ergonomische houdingen, zoals met hun handen boven het hoofd of voorovergebogen in het voertuig enzovoort, wat leidt tot absenteeïsme. Dus ze wilden onderzoeken een nieuwe generatie robots die niet meer mensen gaat vervangen, maar waar dat mens en robot gaat samenwerken. En toen dat wij in het begin in die fabriek kwamen, de arbeiders waren dan effectief bang van ons. Ze dachten dat wij ons jobs gingen afnemen enzovoort. Daarom hebben we ook sociologen in het project betrokken, zodanig dat we konden onderzoeken hoe kunnen we die robots eigenlijk geaccepteerd krijgen door die arbeiders. Wat is voor hun belangrijk? En een van de aspecten die naar voren kwam, was dat eigenlijk dat de sociale interactie heel belangrijk is. Met technologie plaatsen we vaak de technologie centraal en moeten wij ons aanpassen. Bij deze robots, mensen communiceren in zo'n fabriek niet zozeer met spraak, omdat er veel lawaai is, maar wel met gebaren. En je ziet dus, die robot is ook in staat om gebaren van die arbeider te gaan verstaan en daar onmiddellijk op te reageren. Het is dan ook een van de enigste robots in de fabriek die ook een nicknaam hebben gekregen. Baby Geert, we hadden hem Walt genoemd, maar is uiteindelijk door de arbeiders Baby Geert genoemd. En dat is ook dus de naam. En de arbeiders zijn ook heel trots om met die voertuig te werken en met die robot te werken. Nu, hier in deze applicatie was het eigenlijk een lijmapplicatie die eigenlijk niet nauwkeurig genoeg werd uitgevoerd door de arbeider en die dus eigenlijk gerobotiseerd is, maar er is op geen enkel moment een fysieke samenwerking tussen mens en robot. Als de arbeider te dicht komt, gaat die robot wel vertragen en stoppen, maar het is niet dat er echt een fysieke samenwerking is. En daarom doen we onderzoek in ons labo, hoe dat we eigenlijk
die robot en die mens fysiek als kunnen laten assembleren. Bijvoorbeeld door de robot die dingen al te laten aanbrengen, zodanig dat we ook kunnen meten wat is de ergonomische belasting van die arbeider. Wordt die te veel naar voren gebogen, moet die de nek te veel buigen enzovoort. En hoe kan de robot zijn gedrag aanpassen zodanig dat de ergonomie verbeterd wordt, de productiviteit ook verbeterd wordt en dat we dus mens en robot gaan laten samenwerken. Maar ook hier zijn er nog heel veel beperkingen. De payload dat die machines kunnen dragen zijn heel beperkt, dus maar enkele kilo's. We willen echt gaan naar 10, 20, 30 kilogram. Ook de sociale interactie. Mensen zijn veel vlugger, kunnen veel vlugger met elkaar kleine emoties tonen om eigenlijk met elkaar te integreren. Dus de sociale aspecten van de robots enzovoort. De robots hebben nog heel veel beperkingen daarin, waar daar nog heel wat onderzoek nodig is. Een ander aspect is eigenlijk niet de robots te gaan samenwerken, maar de robots draagbaar te maken. Bijvoorbeeld exoskeletons te maken. Bijvoorbeeld voor revalidatie, zoals aan de linkerkant. En aan de rechterkant ziet u een project Mira dat beëindigd is. Dat was samen met de KU Leuven om een assistief exoskeleton te maken voor mensen met een spierzwakte. En bijvoorbeeld wanneer dat ze moeilijkheden hadden om uit de stoel te komen enzovoort. Om ze dan eigenlijk dan net dat duwtje onder de rug te geven om eigenlijk langer onafhankelijk te blijven. Maar ook hier, het menselijk lichaam is heel complex. Bijvoorbeeld moeten we het heel belangrijk is dat eigenlijk de gewrichten gealigneerd worden van de exoskeleton met de gewrichten van de mens. Nu, onze gewrichten zijn bedekt met spieren, vet enzovoort. Dus waar is het exacte rotatiepunt van onze gewrichten? Bovendien zijn dat ook rollende contacten. Dus dat contact, dat rotatiepunt, varieert ook continu. Nu, als je dat niet goed aligneert, dan ga je ook residuele krachten krijgen. En die residuele krachten zorgen voor ongemak. Bovendien, ons lichaam heeft 800 spieren, dus heel veel vrijheidsgraden. Om zo'n robot met zoveel vrijheidsgraden uit te rusten, dat is een gigantische uitdaging. Maar hoe gaan we ervoor zorgen dan dat die exoskeletons onze vrijheid van beweging ons niet gaan beperken? Dus ook in ons labo ontwikkelen de onderzoekers mechanismen om eigenlijk die misalignment tussen je rotatiepunt van je exoskeleton en van je mens eigenlijk automatisch te gaan compenseren. Zoals hier een mechanisme voor de heup. Die exoskeletons worden ook meer en meer ingezet, bijvoorbeeld in de maakindustrie. Hier ziet u bijvoorbeeld een chair léger in het midden die getest wordt bij Audi. En voor arbeiders die even willen rusten, dat die gewoon op een meestappend stoeltje zitten en dat die eventjes kunnen rusten op dat stoeltje. Als u hun plafond thuis moet schilderen, u zult het voelen aan uw armen. Ook daar zijn exoskeletons in ontwikkeling. En in ons labo hebben we een Europees project om een exoskeleton te maken voor de lage rug. En ook met de KU Leuven hebben we nu een FVO-project goedgekeurd gekregen waar we net gestart zijn, om eigenlijk ook voor de armen zo'n exoskeleton te maken, omdat dat heel veel toepassingen heeft in de maakindustrie, maar ook in de bouw, de zorgindustrie, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen enzovoort. Misschien hebt u ooit al eens afgevraagd waarom het de Asimo zo grappig loopt. De reden is, die klassieke elektrische motoren zijn dat er eigenlijk die tandwielkast ervoor zorgt dat die eigenlijk heel slecht impacten kan absorberen. Dus wat moet die robot doen als die neerkomt bij een sprongbeweging of een loopbeweging, is eigenlijk zijn been gaan intrekken. Zodanig dat al die energie geabsorbeerd wordt en die schok gereduceerd wordt. Maar dat betekent dat die robot op dat moment al zijn energie gaat verliezen. En dat betekent voor de volgende sprong dat hij al die energie terug uit zijn batterij moet gaan halen voor de volgende sprong. Dus daarmee zijn die robots zijn gigantisch energie-inefficiënt, terwijl wij als mensen, maar ook alle dieren, elastische elementen hebben in hun lichaam. En wij lopen zoals een botsbal. Dus energie wordt opgeslagen in veren, in die botsbal, die terug vrijgegeven wordt bij de volgende sprong. Dat is ook heel duidelijk als bijvoorbeeld Oscar Pistorius loopt. Dus Oscar Pistorius heeft twee gigantisch energie-efficiënte veren
die getuned zijn om eigenlijk op die hoge snelheden heel energie-efficiënt energie op te slagen en terug vrij te geven. Vermits hij geen spieren in zijn benen heeft, heeft hij ook wel moeilijkheden om op te trekken. Dus daar, bij de start, heeft hij wel nadeel bij een mens. Maar eens op snelheid heeft hij wel veel meer energie en efficiëntere veren dan de mens. Nu, wanneer hij stopt met lopen, dan gaat hij eigenlijk zijn loopprothese vervangen met zijn klassieke prothese. Nu, zijn klassieke prothese, daar kunnen we wat voorstellen met stappen met gesloten skilaarzen. Dus je enkel wordt dan immobiel gemaakt en je kunt die niet meer roteren. Dat maakt dat je veel meer energie verbruikt bij het stappen. En als je met je stappatroon hebt, als je aan één kant een prothese hebt, ook veel trager stapt. En hoe komt het dan dat we eigenlijk al die technologie nog niet in prothese hebben gebracht? Nu, het probleem is dat een menselijke voet heel veel kracht genereert per stap. Om een idee te geven, als je twee bakken bier op je hand plaatst, het koppel dat je in je schouder genereert om die twee bakken omhoog te houden, dat is bij elke stap een voet genereert. Nu, om dat te kunnen maken met elektrische motoren op hun klassieke manier, dat maakt dat je enkele kilogram motor nodig hebt, wat betekent dat je eigenlijk met zo'n groot, gigantisch blok aan je been letterlijk stapt, dat de rest van je lichaam zoveel energie nodig heeft om heen en weer te zwaaien, dat dat eigenlijk niet meer nuttig wordt voor je lichaam. Dus wat zijn wij in het labo gaan doen, is gaan kijken hoe gaat de mens dat doen. En wij gaan opnieuw energie opslagen in bepaalde fasen van het stappen en terug vrijgeven bij een andere fase van het stappen. Dus in die prothese zitten veren die die energie gaan opslagen en terug vrijgeven. Ook gaan we daar lockingmechanismen in plaatsen om zich automatisch aan te passen aan verschillende hellingen. En ook wat we gaan doen is, we hebben die energie eigenlijk nodig op een heel kort moment, maar heel veel vermogen. Dus je kan het wel vergelijken met een pijl gooien. Ofwel gaat u heel krachtige spieren hebben, dus heel grote en heel sterke en zware motoren nodig hebben. Maar een slimmere methode is eigenlijk om een boog te gebruiken, geleidelijk energie in die boog op te slagen en dan eigenlijk, wanneer dat de hiel van de grond komt, al die energie vrij te geven. En dat is dus ook het principe dat in deze prothese ingebracht zijn geweest en waar we nu eigenlijk naar een bedrijf proberen te evolueren. De bedoeling is dat om binnen enkele weken of maanden de financiering hiervan rond te hebben om dat te gaan naar de markt te brengen in een bedrijf. Dit is een prothese voor een amputatie onder de knie. We ontwikkelen ook prothese voor mensen boven, een amputatie boven de knie. En met een klassieke prothese ziet u dat de linkerpersoon moeilijkheden heeft om eigenlijk trappen, stap per stap omhoog te gaan. Maar met de technologie van veren ook, door die energie-efficiënt te maken, kunnen we dat, die trappen wel omhoog doen. Ook kan die persoon in en uit zetels gaan. Op een energie-efficiënte manier stappen, maar zijn bijkomende taken, zoals trappen oplopen, uit een zetel komen, zijn ook daarmee mogelijk. Dus we gaan elementen met een verend, elastisch gedrag eigenlijk in robots plaatsen om niet alleen veilig te zijn, maar ook energie-efficiënt te zijn. Een andere toepassing is de ontwikkeling van sociale robots, waar dat ook die veiligheid weer heel belangrijk is. En in die robot Probo hebben we dus ook heel veel verende en soepele materialen ingestoken, omdat we willen dat we natuurlijk veilig met kinderen, en dat is zijn kinderen met autisme, kunnen interageren, maar ook die knuffelbaarheid, dat daar een zacht karakter wordt. Er zijn zelfs robots in ontwikkeling die volledig gebaseerd zijn op soepele materialen, zoals er eigenlijk ook dieren in ons dierenrijk zijn, die volledig uit soepele materialen bestaan, zoals bijvoorbeeld de slurf van een olifant of de tentakels van een octopus. En dat inspireert bedrijven zoals bijvoorbeeld Festo om soepele robotarmen te ontwikkelen. Dit is ook een volledige opblaasbare robot ontwikkeld door de Carnegie Mellon University om ook weer die veiligheid met mens-robot te kunnen garanderen.
Dit is trouwens een modelrobot. Waarom is dat een modelrobot? Wel, hij diende eigenlijk als model voor de ontwikkeling van Baymax, van Big Hero 6, een heel leuke animatiefilm van Walt Disney, waar je dus eigenlijk een opblaasbare robot hebt, Baymax, die tijdens zijn avonturen gekwetst raakt en hij repareert zijn fietsjes met de tape in het politiekantoor. Nu, wij dachten, wij kunnen daarin beter gaan en we zijn eigenlijk gegaan naar de ontwikkeling van zelfherstellende materialen. Want op de chemieafdeling van de VUB ontwikkelen ze dus materialen die in staat zijn om zichzelf te herstellen. Dus hier zie je een stukje polymeer die in twee gesneden wordt. En je ziet, we hebben dus twee stukken. En nu gaan we die stukken aan elkaar plaatsen. En zonder lijm of zonder tape gaat dat materiaal zichzelf herstellen. Nu, wat is hier eigenlijk gebeurd? Wel, we zijn eigenlijk gestart van polymeren. En je hebt eigenlijk verschillende soorten polymeren. Je hebt thermoplasten en daar zitten de polymeren, dus de lineaire ketens. Bij thermoplasten liggen die eigenlijk als een spaghetti door elkaar. Dat heeft als voordeel dat je dat kunt met warmte steeds nieuwe vormen kunt geven. Maar als nadeel is dat de mechanische eigenschappen van die materialen eigenlijk beperkt zijn. Daarom zijn we gegaan naar netwerkpolymeren, waar men eigenlijk permanente crosslinks tussen die polymeerketens heeft geplaatst, zodat er interessante mechanische eigenschappen uit kunnen komen. Zoals bijvoorbeeld heel sterke materialen, denk maar aan bakeliet. Nu, het nadeel van die materialen is, door die crosslinks, dat die eigenlijk door warmte niet meer te hervormen zijn. Dus als je dat materiaal in twee gaat snijden, ja, dan heb je twee stukken, maar zonder lijm krijg je ze dus niet meer aan elkaar. En wat de materiaalkundigen van de VUB gedaan hebben, is eigenlijk die permanente crosslinks vervangen door reversibele of omkeerbare bindingen, die dus uit elkaar en terug in elkaar kunnen klikken. Nu, wanneer je dat materiaal zag daarvoor, wanneer we die twee snijden, gaan we dus eigenlijk dat materiaal breken op die reversibele binding. Dus dat materiaal gaat uit elkaar klikken. En als we die twee zijkanten terug aan elkaar plaatsen, dan gaan die bindingen terug in elkaar klikken en gaat dat materiaal hersteld worden. Nu, wat is het nadeel? Dat eigenlijk die mobiliteit van die polymeerketens nog niet zo groot is, dus de kans dat die de snede kunnen overbruggen, dat eigenlijk niet volledig is. Dus dat sample, dat is niet volledig hersteld. Dus wat moeten we doen? We moeten eigenlijk warmte gaan toevoegen, zodanig dat nog meer bindingen gebroken gaan worden, zodanig dat de mobiliteit van die polymeerketens gaan verhogen, zodanig dat die sneden kunnen overbruggen, en dan kunnen we die afkoelen, en dan gaat eigenlijk gans het netwerk terug hersteld worden, en dan kunnen we ongeveer gaan dat tot 98% van de oorspronkelijke mechanische eigenschappen van het netwerk. En hier ziet u dus 400 keer ook versneld. Het duurt dus wel enkele uren. Dus ook een wondje van je lichaam is ook niet op 1, 2, 3 hersteld. Zie je eigenlijk de volledige snede hersteld worden. En die materialen hebben we dan gebracht in bijvoorbeeld pneumatische spieren. Dus pneumatische spieren zijn een soort blaasbuilig. Als je daarmee lucht gaat opvullen, gaat die spier samentrekken en heel grote krachten ontwikkelen. Nu, die spier is gemaakt van zachte materialen die kwetsbaar zijn. Dus je kan daar met een mes gaan insteken. Maar doordat die materiaal is gemaakt van zelfherstellende eigenschappen, kan die spier zich volledig herstellen en terug eigenlijk de oorspronkelijke eigenschappen hebben. En we hebben die spieren bijvoorbeeld gebruikt in ontwikkeling van bijvoorbeeld stappende robots, maar ook robotarmen voor veilige interactie en exoskeletons. En je hebt telkens twee spieren in een antagonistische opstelling nodig, net als onze spieren, waar je altijd een biceps en een triceps nodig hebt, omdat de spieren enkel kunnen trekken en niet duwen. Een ander voorbeeld zijn grijpers. Dus klassieke robotgrijpers, die hebben één vrijheidsgraad en die kunnen open en dicht. En dat is dus moeilijk om objecten met verschillende vormen en grootte te gaan manipuleren, zoals bijvoorbeeld groenten en fruit. En daarom worden die soft grippers ontwikkeld. En door die soepelheid en die vingers
worden dus opgevuld met luchtdruk, die gaan samentrekken. En doordat die soepelheid er is, gaat hij zich automatisch aanpassen aan verschillende vormen. We hebben ook zo een robothand ontwikkeld. En je ziet, we kunnen die dus beschadigen door daarmee terug met een mes in te steken. Of door te veel luchtdruk kan die vinger barsten. Maar dan kan die hand zich eigenlijk volledig gaan herstellen. Nu, op die technologie zijn nog wel heel veel beperkingen. Toen we hiermee naar buiten kwamen, schreef de Sun een next step in de AI-acapolypse. Nu, er zit geen enkel stuk AI in, er zit zelfs nog geen sensor in dat materiaal. Maar dat, zoals een mens, het idee was, ze dachten eigenlijk dat robots neergeschoten konden worden, zich herstellen, zelf herstellen en terug recht staan en dan ons een klap uitdelen. Dus daar zijn we nog heel ver van verwijderd. Hey, want bijvoorbeeld, als wij... hoe maken we dat? We kunnen eigenlijk alleen momenteel nog maar vellen maken. En daaruit kunnen we dan een kruisje snijden. Dat kruisje kunnen we dan samenplooien. En door de zelfherstellende eigenschap van het materiaal kunnen die randen luchtdicht gemaakt worden. Dan kunnen we daar een dekseltje op zetten. En als we dan verschillende van die kubusjes achter elkaar plaatsen, dan kunnen we zo een vinger hebben. Maar als we daar uit die vinger een stuk wegnemen, in tegenstelling tot ons menselijk lichaam, kunnen we dus geen materiaal gaan bijgroeien. Dus dat betekent dat als we een stuk wegnemen, dat we eigenlijk die vinger dus niet meer kunnen herstellen. Wat we wel kunnen doen, is daar in kleine stukjes snijden. En dan met chloroform, maar daar moeten we ook nog een oplossing op vinden, kunnen we dus eigenlijk terug vellen maken om dan eigenlijk terug dat materiaal volledig te gaan herstellen. Dus ons lichaam is door miljoenen jaren evolutie geëvolueerd tot een indrukwekkende machine, waar dat wij eigenlijk als robotbouwers alleen maar met volle bewondering naar kunnen kijken, maar wel heel veel inspiratie uit kunnen halen om eigenlijk betere robots te kunnen ontwikkelen, om robots te ontwikkelen, denk ik, die mensen gaan helpen in plaats van te gaan vervangen. Nu, al wat ik getoond heb, is niet mijn werk, maar het werk van heel veel van onze onderzoekers. 45 in onze onderzoeksgroep, samen met Dirk Lefever. En ook binnen Burbotics, denk dat we ondertussen aan 100 mensen zitten. Ik dank.